Welkom in deze nieuwe video van Polestar. We hebben zo snoepjes. Dat is tegenwoordig een trend op TikTok. En je moet daarop bijten. En als je erop bijt, komt er dus uit. Maar soms bijt je verkeerd en dan komt het naar de andere kant eruit. En dat is echt een hele trend. En ik heb een slachtoffer gevonden. En ik ga het zelf ook proberen. Die staat hier. Ik kom even dichterbij. Hier staat hem. Je kent hem wel. De broerman. Dus we gaan het dus samen opnemen. Ook voor TikTok ondertussen. Dus daar staat TikTok. En jullie zitten daar. Dus we gaan proberen zodat jullie allebei zo goed mogelijk kunnen volgen. Ik ga je wel eentje geven. Hoe dat passeert weet ik zelf ook. Ik denk dat de appelsien is aan de kleur te zien. Dus laat maar eens goed zien welke dingen jij hebt. Ik heb deze en hij heeft dus een oranje. Ik ga dit nu ook van TikTok aanzetten. Hey toppertjes allemaal, wij gaan deze snoepjes proeven. En nu mag hij eraan bijten en ik ook. En hoe? Dat weet ik niet. Ik ben niet. Bij mij lukt het wel. En mij ook. Alleen de smoke vind ik niet lekker. Maar we verdienen het op papa zien, dit is een andere smoke. Proeven, ja. Maar dan heb ik corona. Nee, jij ook niet meer. Boeien me dan. Dit is zo zuur. Dat is lekkerder. Hier nog, krijg je dan. Hoeveel punten geef je het? Omdat het gelukt is, geef ik nog een dier, maar de smoke geef ik minder. Lekker. Zo, dat gaan we in ieder geval pakken. Zo. Voilà. Ik ben een beetje geslaagd, ik vond het wel leuk om te doen. Ik heb ook nog andere kleuren en zo. Ik heb nog paars en nog groen. Maar dat gaat niet specifiek te lijn mee zijn. Dat is echt de manier hoe dat je dat opeet eigenlijk. Dat het eigenlijk is. Dus. En hij vond het denk ik ook wel leuk om te doen. Dus ja. Mijn handen plakken er helemaal onder, maar voor de rest gaat het allemaal wel goed. Dus ik hoop dat je dit een leuke video vond. In ieder geval. Daar gaat het hem ook een beetje om. Onze kandidaat is gaan lopen. Het is niet dat hij er in één keer buikpijn van heeft gekregen ofzo. Hij staat gewoon hier. Dus met de mondkapjes. Goed. Dus vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer. Tot ziens.